Cosa pensi? Si può essere nati sotto una buona stella? O tutto dipende dal caso? Il 9 ottobre sono successe una serie di cose nello stesso tempo. E secondo me è impossibile che questo sia dovuto al caso. Bruxelles. Mio fratello Alex e me, Vincent, ancora in giro ad annoiarsi. A qualche chilometro Joel Prince ha portato a sua figlia Yoko le partizioni di batteria che lei aveva dimenticato. 10 minuti più tardi un camion la schiaccia sulla sua bicicletta. Nello stesso momento sono le 11 nel Laos. Il diplomatico Albert Reynards finisce in prima pagina. Albert è stato trasferito a Bruxelles con una moglie docile, 2 figlie e un figlio introverso, Thomas, che si consola con la sua chitarra. Tutto era sul giornale del weekend. La morte della mamma di Yoko, il padre di Thomas in trappola e il nostro incendiario anonimo. Tornando indietro, il fatto che ci incontrassimo semplicemente doveva succedere. Il caso non esiste. Peggy, prof di francese. Non è mai veramente stronza e con le sue punizioni abbiamo sempre saputo come arrangiarci. È allora che abbiamo cominciato a giocare a carte, per dolci, biscotti e M&M's. A quel momento sapevamo ancora fermarci, si poteva ancora dormire, il mondo era quasi limpido. Ehi, Vetsak! Ma poi è apparsa lei, dal poker alla scala reale. Sasha, 16 anni, una madre con tante dipendenze e quanti uomini. Sexy, dura,
intelligente, il sogno insomma. Alex mette sempre tutti alla prova, ma nessuno è mai stato brillante come lei. E con un corpo simile si sentiva lo strip poker a vista d'occhio. Il suffirait d'ouvrir les fenêtres, non? Je vais lui dire straks nog over spreken. Encore à toi? Tricheur. Je dois encore établir la liste pour les classes de neige. Qui participe? Si le snowboard vous tente, levez la main. E poi c'è un momento dove non si esita più. Si sa di essere nati sotto una buona stella e ci si lancia. Avremmo fatto snowboard. Conoscete questo detto? L'amore è cieco. Comunque la madre di Sasha lo è. E non parlo di quell'idiota con la barbetta. Ciao, Dur. Bisogna sapere che per Sasha una settimana via di casa a fare snowboard era veramente super importante. È allora che abbiamo cominciato a giocare per soldi. È allora che è entrato in scena Bono, gerente del caffè di fronte alla scuola. Strano tipo, aveva sfondato il cranio di uno che non smetteva di selezionare Sandy Bloody Sandy sul jukebox. Ci penserò due volte prima di chiamare mio figlio Elvis o Madonna. Valt je nodig om te spelen? Ik heb hier nog een pot van achter. Eén afspraak, tafelrecht. Per kwartier gokken hier jij geld op tafel. En geld lenen, dat kan ook. Mijn eigen interesse is een beetje prijzig, maar op mij kun je rekenen. Ik ben hier altijd, altijd 24/7. E quei soldi dovevano essere pronti, allora stabilita. Funziona così con gli usurai. Dove andas va? Of anders. Wow. Ja. Wat? Wat? Ja. Kom, ik er zelf in steken. Ja. Het pakketje gaat nu naar Schaarbeek. Of heel dat bierglas verdwijnt in mijn neus. En de volgende keer. Als je geld komt lenen, zie je dat je kunt terugbetalen.
È un dettaglio, ma gli occhiali da sole funzionano davvero. Un lampo negli occhi lo tradisce. Mentire, imbrogliare, bluffare, questo è il poker. Bluff. Ho dovuto imparare. Oh, spelt. Si, t'hai oso veel. Is er niks om te eten? Dus wat is het antwoord? Neem een rekenmachine. Iedereen heeft een rekenmachine. Misschien ga je nog naar school en gebruik je ook een rekenmachine. Wel, ga het gewoon zoeken in bij je thuis of ga even bellen bij de buren. Welke ontbrekende letters heb jij gevonden? Klaar. Neem de telefoon en kom gewoon als eerste. Is gesprek op. Kom mij vertellen naar welk beroep ik op zoek ben. Ga op zoek naar de ontbrekende letters en kom ze mij zo snel mogelijk vertellen. Op welk beroep zoek ik? Jij moet het mij als eerste komen vertellen. Het stinkt. In de uitzending. Maar, klopt dat wel zoals dat hier in beeld staat? Smakelijk. Ah, ja, dus dan moet het niet meer letters weg. Oké. Nee, de regie verzekert mij dat het juist is zoals het hier in beeld staat. Okay. Dus welke ontbrekende letters heb jij gevonden? Il suo viaggio era praticamente pagato. Non aveva bisogno di più. Per noi era il contrario, perché avevamo perso i nostri soldi con lei. Ci doveva quindi qualcosa. I suoi trucchi. Abbiamo cominciato a invitare gente per non fregarci i soldi fra noi. Sai, li spremi come limoni. Gli euro brillano nei loro occhi. Si comincia con 5 euro e ben presto bisogna scommettere 10, anche solo per giocare la mano. Non è passato molto tempo prima che la nostra sala fosse battezzata il Monte Carlo di Bruxelles. In una settimana tutti avevano abbastanza da pagare il viaggio. Era il momento di fare una festa. Colpo di fulmine e il gioco d'azzardo hanno qualcosa in comune. Si suda, si ha il cuore in gola e non si riesce a tirarselo fuori dalla testa. Si perde la testa e si comincia a mentire.
Sleeping Beauty. Quando tutto va bene, quando si è felici e che si è nel proprio mondo, non si riflette più. Fris wakker? Ja, dat ga. Jij? Dat is brutaal, Sasha. Ik had gehoopt dat ons gesprek na je strippokeravontuur iets had opgeleverd. Alles goed met u? Mijn mama? Wat? Dat geld van die snowboardrace. Ik bedoel, er is een schoolbeleid voor jongeren wie het ouders... Het is cashschool. Hè? Ecco come la nostra vacanza in snowboard è stata prenotata definitivamente. Alla lunga si impara a far soldi sulla pelle degli altri, si trovano i deboli, si sfidano e boom, troppo bello. Zeg, geneer je niet, hè? Wat is het probleem? Echt, jongen, kak, man. Waarom gaan we niet gewoon naar uw kamer? Ja, omdat mijn zus daar slaapt. L'euforia rende dipendenti, è là che il pericolo incombe. Non si fa più nient'altro che sognare. Oh my god, Yoko! The dead weather! That is fantastisch! Et nous, on va se passer, on a bon programme à la baie! Come here! Op the Earth No Return? Yeah! Binnenkort! Yeah. Roept u dan maar een nieuwe gitaar, want met mijn broer speelde de AB nog niet plaats, maat. Hey. Ik heb goed nieuws. We gaan naar Singapore verhuizen. Ze spreken daar Engels. Hé, mama? Ik ga niet mee. Thomas, luister, het is 1 jaar. Nee, pa, echt. Wat dat jij hebt gedaan, vind ik degoutant en ik ben het kotsbeu voor mee te verhuizen. Missen, echt. Vreselijk eigenlijk dat jij je poten niet kunt afhouden van een meisje dat godverdomme je eigen dochter had kunnen zijn. Het is genoeg geweest. Ik blijf in Brussel. Ik blijf hier. Thomas. Nee, echt degoutant vind ik dat. Degoutant. Thomas, alsjeblieft. Niet voort. C'est l'adrénaline. Ici, dans ce magasin? Ah non, il n'y a jamais tombé ce chrono. C'est la spanning. Le bloed dat door je aders pompt. Ja! Je wilt meer.
Mais là-bas, là-bas. Oh, t'es bête ou quoi? Hein? T'es bête ou quoi? Ça va, les yeux? È grandioso. Come se dal fondo delle tue budella un brivido ti salisse lungo la schiena. Beaucoup de travail? Oui. Ça va? Très bien, oui. Au revoir. Una scarica di adrenalina. È potente. Ecco perché giochi. È questo che ti rende dipendente. Quel momento di speranza che qualcosa stia per succedere. Zijn die gasten? Ik kan misschien helpen. Alex luistert goed. Dat zijn geen pubertjes van 15 jaar, hè. Dat zijn gasten met een strategie. Die spelen voor echte cash. Dobbelen, dat is gewoon deze. Ja? Dalle 2-0 voor Frans, omdat je er niet waard vandaag. Nice. Ik hoop dat je veel van deze zit vanavond. Want zonder dat wil je niet komen. Een verrassing voor u vanavond. Nee, nee, nee. Ik ben thuis om ze te niet toch? Dat is niet goed, hè? Sigaretjes, dat weet je toch? Zo van. Dat is niet goed voor de gezondheid, hè? Ça marche? Ja. Maar ja, 2800 euro. Numéro 7 a marqué. J'ai gagné. Cadeau. Nee, Yoko, nee. Sorry, dat kan ik echt niet aannemen. Sorry. Als ik win vanavond, dan neem ik haar mee naar de cinema en koop ik haar een ketting van 24 karaat. Huh? Ik doe die binnen zonder karaat, hè, man. Ik rem die bierglazen van u in uw strot als je haar aanraakt. Begrepen? Flut, zeg ik. Echt? Alla passa inglese tutto gira intorno alle buone combinazioni. Se è 2, 3 o 12 si perde, 7 o 11 si vince. Se si lancia il perdente, ma si sente odore di soldi, non si guarda più in là del proprio naso.
Elke keer als je verliest, zet je dubbel in. Dus verliezen 10 euro, zet je 20 euro in. Verliezen 20 euro, zet je 40 euro. Dus dat is zoals Martingale bij roulette. Ja? Dan heb je meer kans om te winnen. Ja. En ja, zo van. Goedenavond. Goedenavond. Hey, met Thomas. Ik ben er even niet, maar spreek. Sono le 2 del mattino e abbiamo fatto di tutto per giocare più a lungo. Perché domina un solo pensiero. Più soldi, perché devo giocare. Sai fin dove si può contare quando la pallina comincia a girare? Almeno fino a 12. I 12 secondi che decidono se sei nato sotto una buona stella o no. 12 secondi in cui senti che la tua vita può cambiare. Ma la vita non cambia con un paio di palline da roulette. Vincent, peux-tu venir? J'ai besoin de fric. J'ai perdu. Maar nu? We weten toch op voorhand dat je mijn geld moet terugbetalen. Wat kan ik doen? Ik heb niks meer. Kut dat je klein broertje er niet is om het op te lossen, hè, maat. Eén keer iets alleen doen en je verknoeit. Nou, kom. Los dat op. Thank you.
moet weg. Wat? Kom hier. Mijn moeder, jij loser. Waar is Sasha? Ja, wat? Alles is schokken of zo en ik ben er iets tussendoor. Maar nee. Dat is juist mijn maag, hè. Sasha, kom over. Nee. Allee, nee. Sasha. Laat me gerust. Ga van mij, laat me los. Sasha. Ga van mij. Kutwijf. Ça va? Je vais lui casser la gueule, merde! Quelle chance qu'il n'a pas fourré du verre dans mon nez. Morgen verdwijnt heel dat bierglas. We zijn een neus. Hoeveel moet hij u? Een oplossing. Ja. Ja. Dat is redelijk. Maar... Oui, bonjour. Mon ami est à l'intérieur. Il faut que je puisse entrer. Mais c'est important, c'est super urgent. Désolé. Is Vincent hier niet? Vincent. Oh, oei. Is dat een goede vriend van u? Vincent. Heeft mij dit gegeven.
Nee, blijf van mij. Ik kan. Blijf van mij af. Ik kan. Blijf van mij! Laat mij los! Ga van mij af! Il giornale del 9 ottobre ci aveva riuniti tutti. Nessuno avrebbe creduto che ci sarebbe stato ancora un seguito. Ma il giornale domenicale del 12 novembre riporta i dettagli di tutto quello che ha segnato la fine della nostra banda di amici. Titolo a pagina 8. Gerente di un bar arrestato per stupro di minorenni. L'avanspettacolo Jack White annullato dopo un tafferuglio. Un fratello accusato di tentativo di omicidio. A Monte Carlo, a 100 km dalle Alpi, con Alex avrei potuto cogliere l'occasione della nostra vita, ma avevo dimenticato una cosa. Alla fine non c'è più il caso. Si perde tutto ed è il banco che vince. Sempre. Certo.